eens terugkijken naar de wedstrijd tegen Eindhoven in de Graafschap. Want daar valt wel wat over te zeggen volgens mij. Oh. Dan hebben we natuurlijk de roemruchte Radpol. En ik zou zeggen, bekijk hem even op www.deradpol.nl en ga hem even beïnvloeden. Nee, Teunus, niet de boel gaan fucken nu. We hebben een grabbelton. Die zit ramvol. Geloof ik. Met alle weetjes en nieuwtjes. En we kijken vooruit naar de wedstrijd tegen Roda. Die is morgenavond. En volgende week dinsdag spelen we voor de beker tegen M. M. Het is in ieder geval een uitzending waarbij Leon heel vaak namen mag gaan opnoemen. Want er zitten er wel een paar tussen dat ik denk, nou, die laat ik graag aan me voorbij gaan. En denk jij ook, Marcel. Ah, Leon kan het weten in ieder geval. Count me in. Ja, precies. Ik ook niet. Daarom. Maar ja, ik denk misschien, jij komt net terug uit Praag. Dus ja, dat is waar. Ik heb misschien net eigenlijk ik weet nou een beetje waar de klemtoon ligt. Daarom. Van dat soort dingen. Dus, maar ja, een bordenvol programma natuurlijk. Ja. En ik had gedacht, we kunnen een einde maken aan onze... Ultra Fox, wat hebben we? Nee, Roxy Music. Roxy sorry. Music, hoor. En Brian Ferry, maar helaas. Nee, de maand is nog niet voorbij, hè? We mogen volgende week nog een keer. Ja. Dus, nou ja, wat dat betreft, zeg maar. Sander, hebben we nog muziek of niet? We hebben vast nog muziek. Oh. Kijk, dat zal ik. Zal ik hem eens opstarten dan? Ja, doe die aan, Marcus. Dan draai ik in ieder geval dat plaatje nou vast weg. Dan moet ik naar deze kant lopen, dus we moeten de tijd een beetje vollullen. Even voor de mensen thuis, hij wordt gedraaid vanaf LP. Dus als je wat gekraak hoort, dat is niet Sander of zo, maar dat is gewoon een. Ja, ook wel, maar. Hoor ik hem nou maar op 1-0? Ja, daar had ik ook de gedachte. Ja. Is dat nog mono? Zou kunnen. Mono.